Vandaag in Feyenoord TV ga je mee met Sven van Beek. Zo, Sven, net getraind. Klopt. Goede training gehad? Ja, zeker. Was een leuke training vandaag. Ja, lekker weertje. Ja. We hebben niet te klagen vandaag. Ja, we gaan dus naar 16 over. Klopt. We hebben een vlieglesje voor je geregeld. Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er nu wel zin in, maar ik denk dat ik dadelijk even anders vlieg. Ja. je hebt niet in die helikopter gezeten die in nee, in nog de nooit. Kuip landt, helaas, nee. Dat was volgens mij toen ben ik meegegaan met het jeugd-EK. Ja. Toen had ik de open dag gemist. Balen? Ja, uiteindelijk wel, want ik zou wel een keertje boven de Kuip willen vliegen, inderdaad. Dat gaan we even regelen dan straks. Ja, dat zou mooi zijn. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop jij je doelpunten viert. Ja, klopt. Wat was de eerste keer was tegen Luik? Ja, de eerste keer was tegen Standard Luik, klopt, inderdaad. Ja. Ja. Een balletje dat je al dan niet met je hoofd hebt. Ja, ik dacht ik moet uitbundig juichen, anders stelt hij dadelijk niet. Ja. En toen kwam dat eerst in me op. Wat waren de reacties na afloop toen je dat deed? Want ik weet dat je teamgenoten daar wel smadelijk om konden lachen toen. Ja, ik denk wel dat heel veel mensen hebben gelachen om mij. Maar ja, voor mij was het gewoon meer pure emotie. En ik dacht er niet bij stil om dat te doen, zeg maar. Het kwam helemaal uit het niets. En, ja, veel reacties gehad van Airlines dit, SCB Airlines, Sven van Beek Airlines, van tekeningen tot foto's. Ja, dat was eigenlijk wel grappig. En toen scoorde je tegen Zwolle. Toen dacht ik, doe het gewoon lekker weer. Pak ze even. Ja, maar wat ik ook zeg, het is echt pure emotie. Het komt vanzelf. En eigenlijk moet ik het nou wel een beetje vasthouden in de Ja, hou je hem erin? Ja, ik hou hem er wel in, ja. Ja, want we zagen je doelpunt tegen Ajax. Nou, dan word je natuurlijk helemaal gek als je daar even de score opent. Ja, dat zeker. Dat is natuurlijk een wedstrijd op zich. En als je daar mag scoren in die wedstrijd, dan geeft dat natuurlijk kippenvel. Ja, je komt steeds meer in de gelegenheid om ook te juichen. Want ik heb de laatste wedstrijden elke keer wel een kans gehad of meer zelfs. Ja, en dat is wel fijn natuurlijk, om ook af en toe aanvallend wat extra's te kunnen brengen. Ja. Maar heb je een andere rol gekregen daarin? Krijg je meer vrijheid om mee naar voren te komen? Of is dat... Het is vaak bij een corner of een afslagen corner. Als ik in die positie kom, dan hoop ik natuurlijk mijn steentje bij kunnen dragen. Kijk je veel voetbal op tv? Ja, ik kijk regelmatig, alleen ik vind het zelf veel leuker om het zelf te doen. En soms als ik thuis ben, dan wil ik ook wel eens eventjes gewoon rusten en eventjes geen voetbal. Ja, wat doe je dan als je thuis bent? Ja, meestal een filmpje kijken of PlayStationen of gewoon gezellig met familie, vriendin. Van alles eigenlijk. En je woont ook nog thuis bij je familie? Ja, ik woon nog steeds thuis bij mijn familie, inderdaad. Dat geeft ook wel rust, hè? Ja, wat ik zeg, als ik thuis kom, dan staat het eten klaar. En als ik te laat naar huis kom of naar bed ga, dan denken mijn vader en moeder ook van, waar ben je mee bezig? En die corrigeren me daar dan op. En dan, dat is fijn om dat achter je te hebben. Klopt. Zijn je ouders belangrijk voor je? Ja, mijn ouders zijn heel belangrijk geweest in hetgene wat ik nou heb bereikt. En zeker omdat ik een tijdje had dat ik niet altijd in mezelf geloofde. En mijn vader en moeder die zeiden altijd dat ik het wel kon. En dat ik gewoon in mezelf op een gegeven moment moest gaan geloven. En dat is uiteindelijk wel gebeurd. Ja, kijk eens. El Giro Elio hier even aan. Het is wel een gezellige groep, geloof ik, hè? Ja, het is zeker
we hebben van alles wat, van jong tot oud. En ik denk dat, dat iedereen goed met elkaar kan opschieten. En dat we ook veel van elkaar accepteren. Dat blijkt ook denk ik wel aan de wedstrijden, denk ik. Ja, maar Elgiro bijvoorbeeld, die net naast ons staat, die is nieuw. Veel nieuwe jongens deze zomer, ze passen zich allemaal wel redelijk makkelijk in, hè? Het is, jij bent al zeg maar een vaste waarde. Ja, ik denk ook wel die jongens die gekomen zijn, die veel ervaring hebben en die al veel meegemaakt hebben. Waardoor ze ons ook veel kunnen leren en waardoor wij ook als team kunnen groeien en sterker kunnen worden. Ik ben niet zo'n held in de lucht. Nee? Jij? Ja, ik ook niet. Mijn broer is helemaal erg. We zijn samen met hem vorig jaar naar Spanje gegaan. Zat hij altijd zo. Ja. Anderhalf uur lang. Ja. Ik zeg, rustig. Ja, dan word je zelf ook onrustig. Ik zeg, al 3 weken kan ik niet slapen. Kijk even, zo'n klein dingetje ga je de lucht in. Dat is toch eng. Kijk dan even. Is dan niks. Een bellootje. Ja. Dit en half wel een kleine spul, een beetje. De 1 en 2 motoren gewoon, maar geen Boeing of zo. Oké. Ik ben in de tuin. Ja. Daar op Nils thuis dan.
Aan de achterkant. Ik zeg maar dat we er zijn. Ben je ze gezien? Ja, ze staan daar in het thuis, zie je ze? We zijn het enige vliegtuig, dus dat zal wel. Ja, ja, ze zwaaien. Ja, ze zien het. Hij staat daar, op Middelshuis. Middelshuis, ja. Ik wist niet dat ik zo'n aardig huisje had, joh. Zo, we staan weer op de grond, veilig met twee benen. Ik voel toch ook wel weer lekker, hè? Ja, ik heb er zelf van genoten, maar ik ben ook wel weer blij dat ik op de grond sta. Ja, ja, wat vind je het vetst om te zien? Ja, ik denk wel toch wel, de Kuip is natuurlijk wel apart waar je altijd in voetbal. En dat je dat dan ook nog mag zien van bovenaf, is dat natuurlijk wel leuk. Nog even zelf het stuur aangeraakt? Nog eventjes wel, ja, maar op een gegeven moment dacht ik maar, geef maar weer snel aan de bestuurder. Dus. Ja. Sven van Beek Airlines blijft beter gewoon op de grond. Ja, ik denk dat het wel iets beter is, ja. Ja, mooi man. Ja. Ik hoop je nog vaak zo te zien. Ja, dat was mooi, hoor. Ja, zeker. Bedankt.